dat is niet. Goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij Tech Talk Late Night. Aflevering nummer 10 alweer, maar wel voor de eerste keer hier in Worm in Rotterdam. Ons vaste publiek kent ons uit de Paard van Troje in Den Haag. Ook een leuke tent, maar ja, als Rotterdammer en zeker Worm is toch wel echt een kikke club. Dus ik ben super trots dat we hier zijn. En wat's more, onze partner van vanavond komt ook uit Rotterdam. Eneco, het energiebedrijf. En zoals jullie misschien wel weten, hebben die de toon op de markt gebracht. Hey, jij speelde er al leuk mee, je kan er van alles mee natuurlijk, maar het is vooral om je huis een beetje te bedienen. En wat ze natuurlijk niet willen, is dat die gehackt wordt. En dat is daar precies wat we vandaag hebben gedaan. De hele dag zijn dus 40 hackers bezig geweest om de toon te hacken. Daar hebben een klein filmpje van gemaakt en dat was nog best lastig, want sommigen willen anoniem blijven, anderen willen juist een beeld. Als ze nou een kwetsbaarheid vinden, wil je dat ook niet meteen wereldkundig maken. Maar we hebben wel een goede sfeerimpressie gegeven. Dat gaan we nu even kort bekijken. Super dat jullie er zijn. Het is niet niks. Eneco stelt zich best heel kwetsbaar op dat vandaag hier 10 toon staan waar je mee kan doen wat je wil. We gaan op zoek naar kwetsbaarheden in die toon die bij 300.000 huishoudens momenteel in gebruik is. En we gaan dat onthullen op een manier dat niet die 300.000 huishoudens morgen allemaal gehackt zijn. Dat we het wel fixen. Dat de dingen waarvan we denken, van, nou dat kunnen we nu wel vrijgeven. Dat geven we wel al vanavond vrij. Dat wordt beoordeeld door de jury vandaag. Vertel wat je hebt gedaan. Leg uit hoe je technisch de toon hebt gehackt. En als ze zeggen, zo, cool. Kom dan met een aanvalsscenario. Wat zou je kunnen doen met deze kwetsbaarheid? Super tof dat jullie er zijn, want op deze manier gaan we de veiligheid van Internet of Things, van het energienetwerk, verbeteren door het te hacken. Dus ik zou zeggen, 3, 2, 1 jongens, aan de slag! De proefopstelling, dus je kreeg een kastje met een toon. Dan kun je van alle stekkers en de signalen en zo kun je testen. Mensen mochten ook van alles zelf meenemen om erin te proppen. En te kijken, ja, wat kun je ermee doen? Kun je hem openmaken, kun je zelf besturen, kun je gekke dingen laten doen. Het was trouwens in de Wunderbar waar jullie net ontvangen werden. Iedereen kreeg een eigen tafeltje. 10 teams, in totaal 40 hackers. Dat is de jury. Die krijgen we straks nog op het podium. Judge, ik ken aan Judge. 197 is? Dat is ook een internationaal gezelschap. De meeste Nederlanders natuurlijk, maar ook wel Duitsland. Wij zijn van de Hogeschool Leiden, specialisatie forensische IT. En ik ben een van de lid van het docententeam daar. En de studenten mogen het echte werk doen. Voor mij is het alleen maar voor ons is het alleen maar opzetten en mooi wezen in twee gevallen, lelijk wezen in het andere. Ja, we hebben als team iets gedoneerd. En wat? Mogen we denk ik nog niet zeggen. Responsible disclosure. Maar niet te veel over zeggen. En dan zijn we remote access gehad, dus we met z'n drieën op mijn toon te werken. Alleen helemaal niets. En een heel veel idee geprobeerd, maar soms moet je geluk hebben. Dat hadden we niet. Het aantal? Aantal is... Ja, zoiets. Vijf bevindingen tot nu toe. Dus anderhalf uur bezig, dus gaat de goede kant op. Ernst van de zaak? Nog helemaal niet ernstig. We zijn wel wat schokkende dingen gewend, dus. Goed, tot zover dus even een korte sfeerimpressie van wat er vanmiddag heeft plaatsgevonden. 6 uur lang hebben die mannen en enkele vrouwen gefocust op die toon. En dan zult u denken, waarom? Je wilt toch dat zoiets veilig is en dan laat je het juist hacken? Daar gaan we het over hebben, dat je juist hackers nodig hebt om de beveiliging te verbeteren. En als zoiets raars is, energiebedrijven, want... Niet alleen Eneco doet dat, maar ook E.ON en zelfs KPN komt met smart home en allerlei smart devices in huis om meer controle te krijgen over je energieverbruik. Dus een energiebedrijf gaat helpen mensen minder energie te gebruiken. Waarom is dat dan? En we gaan naar een soort slimme energiemarkt toe, waarin we allemaal actief
producer en consument zijn van energie. Daarover gaan we het hebben het eerste uur. Want in het tweede uur gaan we dus de prijzen bekendmaken van de meest technisch geavanceerde hack, de gekste hack en de meest gevaarlijke hack. Dat dus straks in deel 2. En dan krijgt u de hackers dus ook echt te zien. Maar we moeten eerst natuurlijk even wat context bieden. Waarom doen we dit? Dus we gaan het eerst breed hebben over cybersecurity. Hoe we dat doen in Nederland. Dan gaan we met iemand van het OM praten over wanneer hacken mag. En vervolgens over innovatie in de smart grids. Heavy stuff, maar dat is Tech Talk Late Night. De moeilijke dingen leuk maken. En we beginnen met twee gasten die symbool staan van hoe wij gaan over cybersecurity hier in Nederland. Een dame van het Nationale Cybersecurity Centrum vertegenwoordigt de overheid. En iemand van Kaspersky die vertegenwoordigt daar misschien wel een van de grootste securitybedrijven ter wereld. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Jorint van der Wiel en Nienke Steging. Zo. Welkom. Dit is Jorn, dat is Nienke, voor het geval dat je het nog niet wist. Hey, tof dat jullie er zijn. Jij bent wat ze noemen een relatiemanager bij het Nationale Cybersecurity Centrum. Jij zorgt vooral voor publiek-private samenwerking. Dat de overheid het niet in zijn eentje doet, maar ook contact houdt met bedrijven, de academische wereld, de hackers zelf. Toch? Ja, zeker. Dat klopt. Ja. Hey, en Jorn, jij werkt bij Kaspersky. Nou, Kaspersky kent u misschien wel van de virusscanner die u dan thuis heeft. Maar jullie doen natuurlijk veel meer. Ze hebben inmiddels geloof ik iets van 400 miljoen klanten wereldwijd. En wat ik dan wel heel leuk vind, is dat jullie vanuit jullie perspectief dus niet alleen het oplossen, maar eigenlijk ook een soort monitoringfunctie hebben. Jullie zien eigenlijk real-time wat er allemaal aangevallen wordt. Klopt dat? Ja, nee, dat is zeker zo. Ja. Dienke, eerst even naar jou. Het Nationale Cybersecurity Centrum brengt ieder jaar het Cybersecurity Build Nederland uit. Hè. Dat is een soort overzicht van welke aanvallen kunnen we verwachten, hoe gaan we daarmee om. Dat is, twee maanden geleden is dat uitgekomen, een hoop bombarie. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff, die zwaait er dan mee. Allemaal lezen mensen. Kun je het in een half minuut samenvatten? Nou, heb jij het gelezen? Ja, okay. Zeker. Ja, nee. Daar beginnen we dan maar mee. Laat ik even een heel kleine correctie doen. Het is niet datgene wat we zien in de toekomst. Het is, we kijken een jaar terug. Het cybersecurity beeld kijkt naar alle vitale sectoren in Nederland. Om daar overheen nog weer een saus te doen van wat zien we dan op hoofdlijnen. Mm-hmm. En daar zie je gewoon een aantal kwetsbare plekken waarvan we zeggen, nou, dat gaat toch wel echt, heeft een stijgende lijn. En ransomware is er in ieder geval één van. Ransomware, dat is één. En wat is ransomware? Even voor de nitwits hier die er helemaal niks van af weten. Dat mag hij allemaal vertellen. Jorint, nou ja, jij hebt er dagelijks mee te maken natuurlijk. Je hebt laatst nog een grote ransomware-zaak opgelost, maar even in een nutshell, hoe werkt ransomware? Nou, ransomware, dat is eigenlijk kwaadaardige software. En als die op je computer komt en het wordt uitgevoerd, dan versleutelt die je bestanden. Dus dan kan je er niet meer bij. En pas na het betalen van de ransom, het losgeld, krijg je in theorie weer je bestanden terug. Ja. En hoe vaak gebeurt dat? Dat zien jullie ook natuurlijk. Heel vaak. Aantallen heb ik niet zo bij de hand. Maar wat we wel zien, dat het gigantisch stijgt. En dat kunnen we onder andere zien aan het aantal families wat uitkomt. Er komen steeds meer verschillende soorten uit. Oh, families. Dat als één type ransomware dus eigenlijk teruggehackt is, dat jullie dat kunnen oplossen, dan komt er weer een nieuwe uit. Ja, dat is dan eerder een andere variant van dezelfde familie. Okay. Maar met een familie bedoelen we meer echt een hele nieuwe soort, gemaakt door een andere groep. Ja. En die dan ingezet wordt om mensen te besmetten. Of computers eigenlijk. Okay. Nou, jij was ook laatst in het nieuws over wildfire. Toevallig is dat ook een gemeen goedje wat ze in Game of Thrones gebruiken. Dus dat was dan wel erg grappig. Dat was een of andere gang en die schoof iets van 70.000 euro per week of zo. Verdienen ze met mensen pesten met een ding lokken. En dan moesten ze geld betalen. Maar jullie hebben dat opgelost. Jullie hebben, zal ik maar zeggen, de sleutel gevonden. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, wat eigenlijk, wat eigenlijk gebeurde, is dat een klant van ons, die belde, die zei van, we hebben deze malware aangetroffen. Kunnen jullie er iets mee? Nou, aan de hand daarvan zijn we op onderzoek uitgegaan. Toen kwamen we achter de locatie van de command and control server. Hierop hebben we een rapport gemaakt, dat gestuurd naar de Nederlandse politie. En gezegd van, dit hebben wij aangetroffen, dit hebben wij gedaan. En als jullie precies hetzelfde doen, dan komen jullie tot precies dezelfde resultaten. En we denken dat de server met alle sleutels zich daar en daar bevindt.
Nou, aan de hand van die informatie is de politie op onderzoek gegaan. Die hebben dat gereproduceerd, kwamen tot dezelfde conclusies. En uiteindelijk zijn ze overgegaan tot in beslagname van die server. Nou, op die server daar stonden ongeveer 5800, 5700, iets in die richting sleutels. Maar wat er ook op stond, was hoeveel mensen er betaald hadden. Nou, en toen kwamen we erachter dat er 236 uit mijn hoofd mensen betaald hadden. En dat die mannen, laten we daar maar van uitgaan, in een maand tijd ongeveer 70.000 euro hadden verdiend. Dus het is wel lucratief. Ja, zeker weten. Het is beter dan spam of al dat soort flauwekul. Dus dat is een interessant businessmodel, totdat jullie komen. Dus het is eigenlijk een red race die continu gaande blijft. Hoe lang blijft die ellende nog doorgaan, denk je? Ja, het blijft doorgaan net zolang als mensen betalen. Als mensen betalen, dan is het profitable voor die criminelen. Dus mensen, heb je ransomware op de computer, niet betalen. Bel Jort, die heeft de sleutels. Toch? Nou ja, was het maar zo'n feest. Ja. Nee, we proberen dat wel te doen. Ik bedoel, wij zijn laatst ook een nieuw initiatief begonnen. Dat heet het No More Ransom Initiatief. Waarmee we samenwerken met de Nederlandse politie, met de Europol. Binnenkort nog met een hele hoop andere landen. En straks ook nog met meer private partijen. En het idee is van, we delen zoveel mogelijk informatie met elkaar. Ja. Om uiteindelijk achter de locatie van die servers te komen. Zodat die servers in beslag kunnen genomen kunnen worden. En zodat we dan een decryptieapplicatie kunnen maken. Oké. Okay. Ondertussen zien we achter jou de Cyber Threat Map van Kaspersky. Wow. We zien een, dat is echt cyberporn is dit. Want je ziet real-time waar er aangevallen wordt. Maar kun je vertellen wat er op die kaart te zien is? Ja, wat je op die kaart ziet hieronder, er staan verschillende onderdelen van onze antivirus. En daar kan je dan ook op klikken en dan kan je zien welk onderdeel wat detecteert. En wat je hier eigenlijk ziet met al die lijntjes, is dat er een aanval uit, Nederland onderweg is naar Amerika. En dat zie je onder andere op die map. Ja. Oké, okay, even terug naar Nienke. Andere trends die we zien in het cybersecurity build, wat in Nederland trending topic is rondom cybersecurity. Sowieso economische spionage. Ja. Dat is wel een ding, malvertising, phishing. De malvertising, dat is dat je in een advertentie malware zet en als mensen erop klikken, ik weet niet wie er ooit op advertenties klikt, maar blijkbaar doet iemand dat. En dan krijg je dus malware geïnstalleerd. Ja, nou, ik denk niet dat deze groep zich inderdaad naar toe laat verleiden, maar ik weet wel zeker dat er een hele grote groep is die dat wel doet. Ja. En dat is wel een stijgende lijn, heeft een stijgende lijn. Dat is in ieder geval waargenomen over het afgelopen jaar. Oké. Als ik goed begrepen heb, is er ook goed nieuws dat Nederland toch al een beetje een toonbeeld is van samenwerking. Ik weet niet of je mensen uit cybersecurity ook wel eens in het buitenland komen. Dat is meestal of een hele machtige overheid of een groot bedrijf die alles bepaalt. En ja, wij polderen echt een beetje. Dat we echt een beetje iedereen erbij betrekken, veel met elkaar kletsen. Klopt dat beeld? Nou, ik weet niet of Nederland het enige is die aan het polderen is, als je het zo wil noemen. Maar als je het hebt over publiek-private samenwerking, dan denk ik dat Nederland daar wel toonaangevend in is. En er wordt internationaal heel erg naar ons gekeken hoe we dat doen. Hoe we vertrouwen bouwen. En met name bijvoorbeeld het voorbeeld van de ISACs is daar iets van de Information Sharing and Analysis Centers heet het. Het zijn eigenlijk sectorale bijeenkomsten van organisaties met vitale processen die met regelmaat bij elkaar komen om informatie te delen, om soms analyses met elkaar op te zetten. En onder het rondje rood, dat zal ook niet iedereen onbekend zijn, toch ook de informatie delen die echt vertrouwelijk is en waarvan je ervan uitgaat dat je elkaar alleen maar informeert zonder enig commercieel belang. Ja. Ja, want hoe gaat zoiets in zijn werk? Want zo'n Information Sharing and Analysis Center, daar komen dus bedrijven en mensen van de overheid samen, maar veel van die bedrijven zijn elkaars concurrenten, dus die willen ook niet alles delen. Het gaat ook nog om gevoelige informatie, dus zoals bijvoorbeeld de energie-ISAC. Als er een energiebedrijf zit en die zegt van ja, we zijn gehackt, dan willen ze natuurlijk niet dat het zomaar op straat ligt. Maar ze willen aan de andere kant wel die kennis delen met anderen, van misschien worden zij ook wel gehackt. Hoe gaat dat in de praktijk? Maar de basis ligt gewoon in vertrouwen, dat is, dat is één. En daarnaast onderteken je als ISAC-lid, en het is ook een persoonsgebonden lidmaatschap, onderteken je dat je die informatie niet verder commercieel verhandelt. En uitsluitend gebruikt, hè, onder de TOP-codering voor need-to-know. Dus je mag het need-to-know sharen, als wij zeggen, onder TOP-amber. En als het onder TOP rood is, dan is het, zoals bekend, dan is het voor jou alleen. En dan mag je het zelf daar iets mee doen om te kijken of je binnen je eigen organisatie daar de nodige mitigerende maatregelen voor kunt nemen. Een soort stoplichtensysteem. Ja.
Als je met iemand staat te kletsen en je zegt, oeh, code rood, dan weet je dat interessant wordt. Dan wel mooi even je oren spitsen. Oké. Ja. Want die ISACs, nou ja, ze delen informatie, ook om een beetje threat intelligence, om het zo te zeggen, te delen. Maar als nou echt hard, ja, shit hits the fan, zal maar zeggen dat verschillende energiebedrijven merken gewoon, Nederland wordt aangevallen via bijvoorbeeld thermostaat, bijvoorbeeld via centrales, via wat dan ook. Heeft zo'n ISAC dan ook een functie of schalen we dan op naar wat anders? Nee, die ISAC heeft daar diezelfde functie in. Kijk, in principe gebeurt het operationeel. Je operationele mensen constateren het. Die gaan vaak weer naar een leidinggevende om het in ieder geval te melden. Dat zijn vaak de ISAC-leden. Mm-hmm. Operationeel, als een organisatie er niet zelf uitkomt, dan kun je een NCC bellen. Dan kun je ter plekke zeg maar hulp krijgen, dan wel we rukken uit, om zo maar te zeggen. Maar ook als het dus inderdaad best van omvang is, of we denken van nou, het zou wel zo kunnen zijn dat een andere energiemaatschappij, niet zijn leverancier, ik vergis me, wordt geraakt of mogelijkerwijs wordt geraakt, dan is het onze rol om te kijken van, ja, moeten we deze informatie niet verder delen? En dat doen we altijd in overleg met de partij. Ja, oké. Nou, tot zover Nederland. Jorn vanuit Kaspersky, hebben jullie natuurlijk ook een mondiale blik. Zijn energiebedrijven interessante targets? Worden die wel eens via cyber aangevallen? En op welke manier? Ja. Code rood, hè? Blijft er nog onzeker. Nee, ze worden zeker aangevallen, maar we kunnen daar heel weinig over zeggen, omdat, ja, we mogen dat gewoon niet vanwege die NDA's die we getekend hebben. Okay. Maar energiebedrijven die zijn zeker doelwitten. En waarom? Waarom zou dat interessant zijn? Nou, kijk maar bijvoorbeeld die documentaire die een tijdje geleden is uitgekomen. Die ging over Stuxnet. Voor mij heette die Patient Zero. Nou, ik weet niet meer precies hoe die heette, maar het is in ieder geval een hele interessante documentaire. En daarin zie je ook iemand vertellen dat ze in Iran, daar zaten ze zo diep dat ze in principe alles konden controleren wat ze wilden. Dus het zou heel erg naïef zijn om te denken dat het niet gebeurt. Ja. Dit was dan bijvoorbeeld Iran, maar het zou ook in andere landen gebeuren. Ja, maar dat is het dus vooral interstatelijk geweld, om het zo maar te noemen. Dat staten elkaar gaan dwarszitten en bij een soort oorlog via cyber. Ja, dat zou zeker kunnen, maar gelukkig hebben we het tot nu toe nog niet in alle hevigheid gezien. Er zijn wel enkele aanwijzingen dat wanneer er bijvoorbeeld geopolitieke conflicten waren, dat er wel wat speelde. Ja. Neem bijvoorbeeld dat verhaal van die energiecentrale in Oekraïne. Dankjewel. Oh ja, ja. Daar zie je bijvoorbeeld wel dat het echt mogelijk is dat ze echt energiedistributiecentra in dit geval, dat ze die echt aanvallen en disruptie willen veroorzaken. Ja. Oké, dus stel ik ben een hacker, ik word ingehuurd door een vreemde mogelijkheid en ik moet energiecentrales gaan platleggen. Wat zou dan mijn aanvalsstrategie zijn? Hoe kan ik het makkelijkst binnenkomen om zoveel mogelijk ellende te creëren? Ja, je moet hier toch niet mensen op verkeerde ideeën gaan brengen? Nou, ik vraag het juist zodat we dat kunnen voorkomen. Ja. Dat we weten. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het niet heel veel anders is dan met elke andere geavanceerde aanval. Ja. Maar dat zou ik zeggen, bijvoorbeeld de energiecentrales zelf, de website of, en daarvoor zijn we hier vandaag, de slimme thermostaten. Ja, ze zullen van alles proberen, maar ze zullen waarschijnlijk voor de makkelijkste aanvalsvector zijn. Wat je bijvoorbeeld zag met Stuxnet, was dat de eerste bedrijven die geïnfecteerd waren, dat was niet direct de kerncentrale zelf, maar dat waren bedrijven die diensten leverden aan die kerncentrale eigenlijk. En via die bedrijven is het uiteindelijk bij de kerncentrale gekomen. Oké. Ja. Heb jij nog iets over te zeggen? Ja. Ja? Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel wat je heel erg nu ziet, is dat we niet alleen maar als organisaties, als vitale bedrijven, dat ze kijken naar hoe is mijn eigen, zowel mijn kantoorautomatisering als mijn systeemautomatisering van alles wat er draaiende gehouden moet worden. Hoe is dat georganiseerd, maar ook kijken van wie zit er in mijn keten? Waar zitten daar de kritieke leveranciers eigenlijk? En okay. Hoe moeten we daarmee omgaan? Dus die ketenweerbaarheid, als ik dat als thema mag, als containerbegrip, dat is wel echt een nieuwe trend. Oh, die, ja, het is natuurlijk nooit één organisatie met één site en één centrale. Het zijn allerlei aannemers, onderaannemers, tussenpartijen en dat zit allemaal aan elkaar. En daar ga je als hacker natuurlijk vooral naar de zwakste schakel kijken. Dus dan is het belangrijk om een beetje contact houden met elkaar. Maar hebben we dat overzicht nog wel? Of is die keten eigenlijk zo vaag geworden inmiddels in de energiewereld dat als het fout gaat, weten we echt niet waar het vandaan komt?
Nou, dat laatste wil ik niet zeggen, maar want daar hebben we ook gelukkig nog het NCC en de dienst voor om daarin in samen te werken. Om te kijken waar het wel vandaan komt. Maar ik denk dat het van essentieel belang is dat we ons realiseren dat ketenweerbaarheid nodig is. Ja. En dat we daar ook aan gaan bouwen. En wat je gelukkig ziet, is dat er op dit moment een pilot draait bij Schiphol. Die SciSec heet, die heel bewust heeft gekozen om juist die ketenweerbaarheid in beeld te gaan brengen. De haven van Rotterdam, is daar ook mee bezig. Dus dat is, dat is goed nieuws. En ik denk dat het... ik kan er nog op aanvullen dat de gasunie TenneT en Shell hebben een POC gedaan, een proof of concept, waarin ze gekeken hebben hoe zij met elkaar verbonden zijn. En dat je toch ook bij dat soort grote bedrijven ziet dat er wel degelijk gewoon hiaten zijn waarvan ze dachten, daar ga jij toch over. En uiteindelijk was het dus niet afgedekt. En dat zijn nou precies de kwetsbaarheden waar je gewoon, waar natuurlijk op geaast wordt. Om op die manier binnen te komen. Nou, dan ben ik wel een heel stuk gerustgesteld. Want als ik me een beetje inleef in bedrijven die met elkaar samenwerken, dan wil je A, geen openheid van zaken geven. En B, als er een kwetsbaarheid is of je hebt het echt verklooid, zal maar zeggen, dan ga je dat vooral niet aan elkaar vertellen. Maar die tijd is dus voorbij. De organisaties nemen wel echt hun verantwoordelijkheid van, laat eens even de hele keten doorlichten. Wie is verantwoordelijk voor welk stuk en hoe hangt dat met elkaar samen? Kan ik dat zo zeggen? Vind je het iets te optimistisch? Ik denk dat die iets te optimistisch is. Ik zou willen dat het zo was, maar dan heb je het over toch een zekere mate van maturity niveau. Ja. Hebben we nog niet. Ik denk dat in een heleboel sectoren dat wel zo is. Ja. Ik denk dat de energiesector heel goed op weg is. En dat we, het kan altijd beter. Oké, dan doe ik een schepje ellende bovenop. Toen we in één keer ging praten met dit idee, het eerste wat ik meekreeg was een groot dik zwart boek en dat heette Blackout. En het is een thriller, dus het is een beetje aangedikt. Maar als ik een beetje doorlas wat die gasten deden, hier komt de spoiler, als je het boek nog gaat lezen, even je oren dicht. Maar er is een of andere anarchistische bende, die wil een soort reset van de samenleving en die gaat heel Europa platleggen. Waar beginnen ze? Bij de slimme thermostaten. Die gaan allerlei valse signalen geven over en weer, waardoor het hele net in elkaar dondert. Vervolgens hebben ze ook in alle machines iets gestopt. Ze hebben in de communicatie iets gestopt. Echt heel Europa dondert ineen. En na een week is de anarchie compleet en gaan mensen elkaar opeten en weet ik het wat allemaal. Dat laatste heb ik er zelf bij bedacht. Maar verder is het scenario redelijk realistisch naar mijn inschatting. Wat is jullie reactie erop? Is zo'n scenario, is dat plausibel? Of is dat gewoon echt fiction, hoeven we daar niet bang voor te zijn? Jort, jij hebt... Ik denk dat als je echt heel Europa wil platleggen, dat je dan zoveel resources nodig hebt, dat dat bijna ondoenlijk is. Ja, ze hebben behoorlijk wat miljoenen. Er zitten een paar miljonairen achter die ook anarchistisch zijn. Ja, die heb je ook, maar... Ja, maar resources... Is dat genoeg, een paar miljoen? Nee, maar resources is niet alleen geld, het is ook mankracht. En waar vind je zoveel mensen die alles willen bedienen, die alle... elke energiecentrale kunnen binnenkomen, elke energiecentrale kunnen platleggen. Je moet niet vergeten dat het best een aardige operatie is om zover te komen. En als jij bijvoorbeeld één stukje malware gebruikt om bij één energiecentrale binnen te komen en het wordt gevonden, dan kan je er donder op zeggen dat binnenkort veel meer energiecentrales het weten. En dan is ISX natuurlijk. Precies. Van jou. Ja. En dan is je malware alweer een heel stuk minder effectief. Want het is gevonden en dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ja. Je moet je afvragen wat het doel is. Hè? Ik bedoel, als je uiteindelijk dat voor ogen hebt, dan moet je wel heel erg veel geld erin pompen, denk ik. En heel veel mankracht. En heel veel hackers. In dat opzicht niet realistisch. Ja. En heel veel hackers zien te vinden. We zijn hier vandaag samen omdat er gelukkig ook heel veel goede hackers zijn. Ik wist niet dat een wervingscampagne was dit. De werving die vond plaats vooraf. Hè. Probeer maar eens 40 hackers bij elkaar te krijgen. Dat is wel gelukt. Gelukkig helpen ze vaak ook. In die zin is er wel heel veel veranderd in Nederland, toch? Het NCSC kwam in 2013 met een richtlijn Responsible Disclosure. Dat klinkt allemaal heel wollig, maar het is een heel handig document van 6 pagina's met bullets. Ben je een organisatie, zorg ervoor dat je een meldpunt hebt, dat als iemand gaat kijken naar jouw systemen en die vindt een kwetsbaarheid, wees klaar, ontvang die melding, communiceer terug, los het op, deel het ook met elkaar, zodat we van elkaars fouten kunnen leren. Dat was 2013, er is veel gebeurd sindsdien. Werkt het een beetje, Responsible Disclosure? Ja, ik denk dat het heel goed werkt. Het laatste voorbeeld is tijdens het EU-voorzitterschap hebben we het heet dan in het Engels Coordinated Vulnerability Disclosure Manifesto hebben we gelanceerd. Daar zijn
Uit mijn hoofd, ik pin me er niet helemaal op vast, maar volgens mij 30 bedrijven, zowel Nederlandse bedrijven als internationale bedrijven, en dat is natuurlijk wel interessant daarvan, hebben zich aangemeld om dat manifesto te tekenen op dat moment daar. Ja. En ik denk dat dat gewoon een beweging is die we voort moeten blijven zetten om... om te borgen dat je als hacker op het juiste adres het kunt melden en met de juiste afspraken daar ook gewoon op een veilige manier dat kunt doen. Ja, want als ik het even goed heb, er zaten wat banken bij, wat grote IT-bedrijven. Ja, hier zien we de Happy Few, hier hebben we de CISO van KPN, die staat er heel mooi met de rode jurk voor. En natuurlijk ook energiebedrijven, niet alleen Eneco, maar ook Alliander, Stedin. Die hebben allemaal een handtekening gezet. Wij gaan dit doen. En dat is voortgekomen uit een ISEC-overleg. Dat is wel weer leuk om te melden. Dat in dat opzicht die ISEC dan wel weer heel erg verbonden is. Dat ze gezamenlijk hebben gezegd van, ja, hier moeten we en masse, moeten we hier gehoor aan geven. Ja. En dat is dan wel echt, vind ik, samen, zelfs een applaus waard. Want dat is echt fantastisch. Zeker. In dat opzicht. Ja. Nederland doet het wat dat betreft dus goed in de cybersecurity. En die hackers die doen het vaak ook gratis, gewoon voor de eer of voor een leuke dood. Als ze maar de credits krijgen van jij hebt ons geholpen vanuit een maatschappelijk gevoel. Dat is voor Kaspersky natuurlijk slecht nieuws, want het is voor jullie business slecht, of niet? Of ben je ook wel blij met helpende hackers? Nee, kijk, als mensen kwetsbaarheden in onze producten vinden, en dat is wel eens gebeurd, ja, dan proberen we die natuurlijk zo snel mogelijk op te lossen. Want... Ja. Als zij die kunnen vinden, ja, dan kunnen andere mensen het ook vinden. En dan kunnen ze het misbruiken. En dat is juist het laatste wat je wil. Ja, ja. Dus hackers helpen, ook jullie. Ja, zeker. Nou, hartstikke mooi. Goed, Nienke en Jort. Nou, hartelijk dank dat jullie even jullie kennis en ervaring hebben willen delen vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Ik ben weer een stukje meer gerustgesteld dat Nederland toch een stuk veiliger wordt. Dankzij jullie. Dames en heren, hartelijk applaus. Nienke Steging en Jort van der Wiel. Goed, dames en heren. Hackers kunnen dus helpen. Alleen, er wordt niet altijd de prijs gesteld. In het verleden zijn er wel eens rechtszaken geweest. Bijvoorbeeld rondom de OV-chipkaart. Henk Krol, nou ook niet dat je denkt dat is een hacker. Die kwam in het nieuws, want er gingen allerlei patiëntgegevens lekken. Ja, dus die ging eigenlijk te ver. En ze hebben er nog een paar zaken gehad. Het is best wel lastig om te bepalen hoe ver mag je gaan. Want je wil natuurlijk een kwetsbaarheid aantonen. Daarvoor moet je een systeem enigszins betreden. Je hebt ook bewijs nodig. En dan ook nog de juiste persoon zien te vinden in die keten die er wat aan kan doen. Wat gebeurt er dan? Nou, daar hebben we een aantal zaken over gehad. En er zitten hier ook behoorlijk wat hackers in de zaal die met hetzelfde dilemma zitten. Wat kan? Wat mag? En daarom ben ik ook wel super trots dat we onze landelijke aanklager cybercrime hebben. Ja, iemand van het OM die ons haar fijn de juridische punten gaat uitleggen. Dames en heren, hartelijk applaus voor Martijn Egberts. Martijn, welkom hier. Dankjewel. Hier bij Worm. Je zit ook in Rotterdam, toch? Ik zit in Rotterdam. Ik was er binnen 5 minuten. Dus je komt vers uit je werk? Ik kom vers uit mijn werk. Kijk eens aan, oké. De term is al een paar keer genoemd, responsible disclosure. In 2013 kwam het NCSC ook uit met de richtlijn. Vanuit jullie hebben jullie ook een aantal rechtszaken gehad die echt op het scherpst werden gespeeld. Is deze hacker te ver gegaan of niet? Ja. Als je het even in de helikopterview schetst, wat is de stand van zaken nu, anno 2016, rondom helpende rondom, hackers? Rondom responsible disclosure? Ja. Eerste punt, wij zijn voor. Zo simpel is het uiteindelijk. Wij zijn voorstander van ethisch hackers, van responsible disclosure. Punt 2, er werd net gezegd van, je moet vaak betreden. Er zijn gelukkig heel veel voorbeelden te vinden waarbij kwetsbaarheden kunnen worden aangetoond zonder enig strafbaar feit te plegen. En ik denk dat dat altijd het uitgangspunt zou moeten zijn. Het mooie even uitleggen, want hoe ga je dan te werk als hacker dat je wel aantoont, ik zou erin kunnen, maar je gaat er niet in? Ja, je zou al kunnen scannen op het internet welke systemen zijn over het algemeen kwetsbaar voor betreding. En zijn die systemen nou goed of niet goed beveiligd?
En er zijn voorbeelden te over van systemen die gescand worden door ethisch hackers, waarvan men zegt, je hebt het niet goed ingericht en daardoor laat je een kwetsbaarheid bestaan. Okay. En die kan je ook melden. Gelukkig gebeurt dat ook voor een groot deel. Maar laten we doorstappen, hè, want dat is het meest interessant natuurlijk. Wat nou als je kwetsbaarheden ziet waarvan je zegt, eigenlijk moet ik een stapje verder gaan. Ja. Om te komen tot het aantonen van die kwetsbaarheid. Ja. Hoe toetsen jullie dan of iemand te ver is gegaan of niet? Dus stel, iemand doet aangifte, die zegt van ja, hier hebben we helemaal geen zin in. Hoe toetsen jullie dan of zo'n hacker te ver is gegaan of niet? Nou, we beginnen al een stapje eerder. Gelukkig zijn er heel veel ethisch hackers die er gewoon uitkomen met het bedrijf. Die een melding doen bij het bedrijf. Een bedrijf zegt, dankjewel. Er zijn steeds meer bedrijven die uiteindelijk melden dat ze een dergelijk beleid hebben. Die zeggen, nou, onder deze voorwaarden meld het bij ons. Ga alsjeblieft geen gegevens kopiëren. Ga geen DDoS aanvallen of andere methodieken gebruiken. Maar als je dan kwetsbaarheden vindt, meld het ons. Duizenden van dat soort gevallen horen wij helemaal niks van. Okay. Gaan wij dan onderzoek starten? Nee. Nee. Maar dat was in 2013, toen de richtlijn uitkwam, was dat nog wel even een puntje. Hè? Want het OM, hè, het opportuniteitsbeginsel, zoals dat heet, heeft altijd nog het recht om onderzoek te starten, ook al is er geen aangifte gedaan. Hè? Dus stel, ik ben een groot energiebedrijf en er komt een hacker bij mij en die zegt van, jullie klantendatabase staat open en ik zie dat. En ik kom met bewijs en het energiebedrijf zegt van, nou, top, bedankt, hier heb je t-shirt, mazzel. Dan kunnen jullie alsnog in actie komen. Maar dat vonden de hackers een beetje vervelend. Onder welke omstandigheden zou dat gebeuren? En is dat al eens gebeurd? Nou ja, en dat is precies het dilemma van in ieder geval ook het Openbaar Ministerie. En ik denk ook van de hacker zelf. Op het moment dat je een systeem betreedt, sta je eigenlijk voor de keuze, hoe ver ga ik om een kwetsbaarheid aan te tonen? En hoe terughoudender je bent, hoe minder je hoeft te doen om die kwetsbaarheid aan te tonen, hoe eerder wij geneigd zullen zijn om te zeggen, dan hoeven we geen nader onderzoek te doen. Okay. Op het moment dat een bedrijf geen aangifte doet, maar er wel naar voren komt dat er mogelijk allemaal persoonsgegevens zijn verdwenen, ja, dan sta je uiteindelijk als Openbaar Ministerie voor de keuze. Wij hebben wel op te komen voor de belangen van al die mensen wiens persoonsgegevens zijn verdwenen. Ja. En dat zal betekenen dat wij in dat soort zaken mogelijk wel een onderzoek moeten starten. Ja. Is dat wel eens gebeurd? Na de zaken die we allemaal hebben gehad, hè, de bekende zaken, hebben we geen zaken meer hoeven te starten waarin we zeiden van, nou, het bedrijf wil geen aangifte doen, maar wij gaan toch ambtshalve kijken. Nee. Okay. Dus niet. Dus kunnen hackers redelijk gerust zijn. Je zei dat er zijn een aantal zaken geweest waarin een organisatie wel aangifte heeft gedaan. Dus bijvoorbeeld het Groene Hart Ziekenhuis. Ja. Diagnostiek voor u, Henk Krol. Uiteindelijk was de eis van de rechter veel lager dan wat de advocaat van de partij eiste. Hoe is dat gekomen? In het Groene Hart Ziekenhuis onder andere is de eis van het Openbaar Ministerie is gebaseerd geweest. Daarvan hebben ze gezegd, mijn collega heeft gezegd, er zijn meerdere feiten die je zou kunnen bewijzen. En de rechtbank heeft uiteindelijk gezegd, nou, een van die hacks en het uiteindelijk kopiëren van miljoenen persoonsgegevens, daarvan zeggen we, wij vinden dat er onvoldoende bewijs is. Okay. Nou, als zoiets wegvalt, dan is eigenlijk een logisch gevolg daarvan dat de straf ook een stuk minder zal worden. Ja. En de rechtbank heeft nog iets bijzonders gedaan in die zaak, wat het Openbaar Ministerie uiteindelijk wel erg prettig en belangrijk vond, is die heeft uiteindelijk zijn veroordeling opgeknipt in twee delen. Die heeft gezegd, wij veroordelen deze persoon voor het in bezit hebben van kinderporno, en we veroordelen hem voor uiteindelijk computervredebreuk. Ja. En er zijn twee verschillende deelstraffen in feite uitgekomen. Ja, want de eis voor computervredebreuk, hè, die 500.000 persoonsgegevens, dat was een jaar. En dat werd uiteindelijk 120 uur taakstraf. Zeker. Dat is een enorm verschilletje. Dat is zeker een verschil. Maar uiteindelijk zijn dat de eerste zaken die je uiteindelijk voorbrengt. Waarbij in dit geval uiteindelijk een rechtbank zegt, nou, dit is wat wij deze hek waard vinden. Ja. Daar kwam ook nog iets anders bij. Ze zeiden uiteindelijk, er zijn een aantal toetsingscriteria die ze zijn langsgelopen. Eén, was er een maatschappelijk belang? Nou, daar was het Openbaar Ministerie het vrij snel eens met de verdediging in de rechtbank. Ja, op het moment dat je een kwetsbaarheid kan aantonen in een ziekenhuis, is er een groot maatschappelijk belang. Maar twee was,
Heeft u dat nou op een proportionele manier gedaan? Nou, daarvan zei het Openbaar Ministerie, het is niet proportioneel om malware te plaatsen op een server van het ziekenhuis om vervolgens makkelijker vervolgens binnen te komen. Rechtbank heeft gezegd, in dit specifieke geval vinden we het nog binnen de maatstaven van proportionaliteit vallen dat hij dat wel heeft gedaan. En dat was ook strafmaatverlaging. Ja. Ja. En het derde criterium? Het derde criterium is subsidiariteit. Moeilijk woord, wat erop neerkomt is, als je het met minder heftige middelen kan of met minder inbreuken kan, dan moet je dat doen. Dus als je de kwetsbaarheid kan aantonen zonder gegevens te kopiëren, mag je geen gegevens kopiëren. Nee. Als jij het kan doen door slechts een mappenlijst daar een schermopname van te maken, zou je eigenlijk dat moeten doen. En de rechtbank heeft er uiteindelijk van gezegd op een aantal momenten was het niet, voldoet het niet aan die eis. En ik denk dat het wel belangrijk is om in ieder geval als ethisch hacker altijd in het achterhoofd te houden. Dat in ieder geval de juridische grens er ligt. Als je hetzelfde doel op een andere manier had kunnen bereiken, dan had je dit andere moeten doen en geen strafbaar feit moeten plegen. Oké, dat was bijvoorbeeld het geval met Henk Krol. Hè. Die ging meteen naar de media met allerlei patiëntgegevens en dat soort dingen. Daarvan zei de rechter van ja, je had ook best wel even geduld kunnen hebben, die mensen eerst tijd te geven om te fixen. Werd uiteindelijk €750 boete, maar goed. En een hoop aandacht voor de goede man, daar was hij alleen maar blij mee. Is met dergelijke zaken het voor jullie inmiddels helder? Wanneer hackers te ver gaan of niet? Of blijft dat nog steeds een zoektocht? Het blijft in heel veel gevallen, denk ik, waar je echt onderzoek moet doen, omdat je niet weet wat er nou is gebeurd. Hè. Niet altijd zal een hacker aan een bedrijf vertellen wat hij allemaal heeft gedaan. En dan moet je maar iemand op zijn blauwe ogen geloven dat hij geen gegevens heeft gekopieerd. Nou, dat kunnen gevallen zijn waarbij het Openbaar Ministerie toch onderzoek moet doen. En dat onderzoek doen wil niet betekenen dat we iemand vervolgen. Dat betekent gewoon dat er feiten helder moeten komen. En dat we naar aanleiding van die feiten een beslissing nemen, vervolgen we niet of vervolgen we wel. En dat toetsen we dan aan de hand van de criteria die onder andere door de rechtbanken zijn neergelegd. Ja. Oké, nou dan wil ik het een stukje concreter maken bij Game of Thrones. Vandaag zijn 10 teams losgegaan op een proefopstelling van Toon. Nou ja, we hebben ze uitgenodigd, Eneco is erbij. Nou, je kan geen sprake zijn van een strafbaar feit. Dit is puur helpen. En ze worden nog ongevraagd ook. Maar stel nou dat ik met de kennis die ik vandaag heb opgedaan, dan ga ik morgen eens even kijken wie er bij mij in de buurt zit. En ik ga dan bijvoorbeeld mijn buren hacken. En ik ga de thermostaat opschroeven, dat het hartstikke warm wordt. Ik ga lichten aan en uit doen. Ik maak er één grote flipperkast van. En ze komen erachter dat ik dat heb gedaan. Want ja, ik sta hier ook maar. Dus dan zeg je, ja, dat moet Chris dan wel zijn. 1. Kun je daar aangifte voor doen? 2. Wie zou dan aangifte moeten doen? Die eigenaar, die huiseigenaar of Eneco? En 3. Moet ik dan bang worden voor jou? Of? Vat het wel mee. Voor mij nooit. Wie kan een aangifte doen? Iedere belanghebbende. Dus dat kan een Eneco zijn, dat kan de buurman zijn. Dat kunnen de kinderen van de buurman zijn. Iedereen die belang heeft bij opsporing van dat strafbare feit. Is het strafbaar? Nou ja, in beginsel is het betreden van een geautomatiseerd werk van een ander is strafbaar als je daar een beveiliging van doorbreekt. Dus dat zou in dit geval een strafbaar feit op kunnen leveren. Belangrijkere vraag zou ik vinden, is dit nou ethisch? Nee, of is dit gewoon lekker spelen met de thermostaat van de buurman? Nou inderdaad, dus dan moet je op zoek gaan naar het motief daarachter. Ja. Dus als ik het puur voor de lol doe, nou dat is niet de bedoeling. Als ik het echt doe om mijn buurman te zieken, dan kun je inderdaad wel een vervolging instellen. Maar inderdaad, stel dat ik het doe om mijn buurman te waarschuwen. Van, hey, ik heb even het licht aan en uitgezet en de kachel op 28. Dat is puur om jou te waarschuwen. Let op, je moet een update draaien. Ja, ja. Ja, zoiets. Ziet dat er dan uit. Hè? Ja. Ja. Ik zit nog te wachten op de hack dat je ook teksten erin kan zetten. Lijkt me prachtig. Maar, ja, inderdaad. Dat is inderdaad waar je dan wel aan moet denken. Dat wij gaan kijken van, maar waarom deed hij het? En wat heeft hij dan daadwerkelijk aan handelingen verricht om te laten zien dat dit bedoeld was als een ethisch hack? Ja. En dat betekent dat wij gaan kijken naar, heb je een bedrijf gewaarschuwd of heb je uiteindelijk je buurman gewaarschuwd? Heb je hem de tijd gegeven om het te herstellen?
en een beetje een redelijke tijd en niet over een uurtje gooi ik alles op pastebin. Nee, gewoon een beetje een redelijke tijd om de kwetsbaarheid te herstellen. En als je aan dat soort eisen voldoet en de kwetsbaarheid kan hersteld worden en uiteindelijk meld je de pas nadat het gepatcht is, nou ja, dan zullen wij minder geneigd zijn om onderzoek te doen. Ja, oké. Nou, tot slot, misschien heb je nog advies, want de helft van de zaal bestaat ongeveer uit hackers. Wat ik overigens ook wel leuk vind, en even anekdote tussendoor, is dat toen die richtlijn uitkwam, toen ontstond er toch een beetje ruzie van, ja, dat enge OM, die enge hackers. En toen ben je eens door geweest om naar een hackerspace te gaan, ook niet de minste, RefSpace, dat zijn best heel kritische hackers, om gewoon eens met die jongens te gaan praten. Hoe ging dat? Het Openbaar Ministerie werd uitgenodigd omdat we volgens in ieder geval RefSpace de hele tijd het over cybercriminaliteit hadden in verband met hackers. Dus in persberichten zou staan, die hackers hebben dit gedaan. En daar waren ze chagrijnig over. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Daar hebben we ook antwoord op gegeven. Maar uiteindelijk zijn we inderdaad ook, of ben ik naar een bijeenkomst gegaan, figuurzagen met hackers of figuurzagen voor hackers. Figuurzagen. Wij gingen onder letterlijk andere figuurzagen. Ja, ik ben er niet aan toegekomen, omdat de discussie wat hoog opliep. Maar uiteindelijk hadden veel mensen een figuurzaag bij zich. Waar vooral de discussie ook over ging. Over, ja, weet je, Openbaar Ministerie, jullie criminaliseren hackers alleen maar. Nou, dat is, even voor de duidelijkheid, absoluut niet de bedoeling. Nee. En ja, het is zo dat er soms termen worden gebruikt in media of in berichtgeving die erop lijkt te duiden dat wij één en één met elkaar vergelijken. Maar wij weten ons, hoe zeg je dat? We zijn ons er wel enorm van bewust dat juist de ethische hackers voor het Openbaar Ministerie, maar ook voor de politie, heel belangrijk zijn om ons een stukje verder te brengen. Oké, dus fatsoenlijk woordgebruik is, ethische hackers zijn de good guys. Ik heb het vaak over helpende hackers. En als ze foute dingen doen, dan noemen we dat gewoon criminele hackers. Is daarmee de discussie een beetje bij? Ja, alleen weet je, tijdens het onderzoek of vlak na een melding is het allemaal nog grijs. Hè? Dan weten we vaak nog niet zo. Dan kom jij om te bepalen of het een of het ander zijn. Ja, en dan kom ik in ieder geval om te bepalen om onderzoek te doen. En dan het te bepalen daarna kunnen wij soms en soms zal een rechter daar aan toepassen. Nou, vertrouw me, de 40 hackers die wij vandaag hebben gehad, die zijn ethisch, die zijn goed, hoef je niet te vervolgen. Ze hebben ook veel meer gedaan dan alleen figuurzagen vandaag. Heb je tot slot nog een tip voor hun? Wat moeten ze vooral wel doen, wat moeten ze niet doen? Misschien geen tip, maar wel een vraag. Want uiteindelijk denk ik, zeker als je ziet welke ontwikkeling de Responsible Disclosure krijgt, dat elke organisatie zijn voordeel kan doen met de kennis die daar aanwezig is. En dat geldt ook voor ons. Ja. Dus ik heb veel meer zoiets. Ik zou graag in gesprek willen komen. Ja, we zijn de hele avond nog hier. Spreek hem aan als je ideeën hebt, tips voor Martijn zelf, om ook zijn werk weer beter te maken, zodat ik jullie kunnen helpen Nederland een stukje veiliger te maken. Dankjewel. Martijn Egbert. Goed, hackers, is het nu allemaal een beetje duidelijk, hè, wat wel en niet mag? Best aardige man, toch? Ja, zeker. Goed, we hebben nu hebben het uitgebreid over cybersecurity gehad. Hoe hackers kunnen helpen. Maar er gaat natuurlijk nog een vraag aan vooraf. Dat hele toekomstbeeld met die Internet of Things. Als dat nou kwetsbaar is. Waarom doen we dat dan? Dat is hartstikke leuk. Innovatie. Dus dat moeten we ook zeker niet vergeten. Dat we onze slimme omgeving zo kunnen gebruiken dat wij er het beste van kunnen maken. Dat is wat Eneco in ieder geval wil met Toon. Dat is ook wat de andere energiebedrijven willen met hun slimme thermostaten. Dat is ook wat een toenemende groep aan innovatieve bedrijven heeft, die allerlei netwerken aanleggen, dingen die gaan praten, de auto wordt slim, alles wordt slim. Hoe doen we dat? Daarover gaan we praten met twee heren die de hele dag niks anders doen. We hebben namelijk hier de founder van Triggy en ook de CEO van Qubi. Dames en heren, hartelijk applaus voor Arjen Noorbergen en Hans Valk. Dit is Arjen en dat is Hans. Ja.
Hans, je bent de CEO, oftewel de baas van Qubi. Qubi is het bedrijf dat de toon aanbiedt op de markt. Je werkt eerst bij Eneco en sinds kort inderdaad de baas bij Qubi. Ja, klopt. Arjen, je bent de baas van Triggy. Dat is een platform waar allerlei Internet of Things dingen samenkomen. Maar je bent ook een van de founding fathers van de toon. Je bent er heel lang geleden mee begonnen. Dus ik wil graag horen hoe dat ging in de beginjaren toen toon nog een klein toontje was. Maar je bent van de innovatie, dus je kijkt vooral naar de toekomst. Ja. Triggy, nou, ik weet niet of u daar wel eens van heeft gehoord. Het was laatst zelfs op het journaal. Dat dan jullie eigenlijk een platform hebben dat niet alleen een toon, maar ook slimme stekkers, lampen, koelkasten, weet ik het wat. Alles kan samenwerken op één platform en met elkaar kletsen. Dat is een mooie toekomst. Nou, ik kreeg op het signaal natuurlijk ook meteen een zure professor Bart Jacobs. Die zei, oh, dat is allemaal te hek, dat is allemaal gevaarlijk, weet ik het wat allemaal. Ransomware heb je thermostaat. Hè? Ransomware heb je thermostaat, daar gaan we het vandaag zeker ook nog over hebben. Maar eerst, wat is jouw ambitie met Triggy? Als jij over 10 jaar kijkt, wat is Triggy dan? Nou, over 10 jaar hebben we, als het goed is, 100 miljoen gebruikers. Hè. Dat is de ambitie die we hebben uitgesproken. Nee, de gedachte is, met Triggy willen we dingen maken en dingen aan elkaar kunnen koppelen die nu niet aan elkaar te koppelen zijn. Ja. En dat is een beetje begonnen in mijn Qubi-tijd. Hè. Ik ben een van de oprichters van Qubi en daar zagen we een beperking. We wilden meer, ik wilde meer. En dan ga je naar de productontwikkelaars en zeg je, de thermostaat moet kunnen twitteren. Nou ja, dat wilde, ja, nou goed, in ieder geval, die vragen die kwamen ook wel voor. Ja. Dus we dachten, nou, als je nou connected devices aan elkaar kunt koppelen en ook andere diensten erbij kunt betrekken. Hè, dat je misschien een eventje uit je thermostaat zelf kan loggen in een Google Doc of weet ik veel. Hè, als je diensten aan elkaar kunt gaan koppelen en daar zelf samenwerking tussen kunt gaan organiseren, dan kun je heel veel mensen helpen. En kunnen mensen zelf nieuwe dingetjes gaan verzinnen. Ja, nou, wat kun je een concreet scenario noemen? Stel, ik ben zo'n gebruiker. Wat zou dan handig zijn voor mij? Het is misschien niet een alledaagse voorbeeld. Mijn vrouw heeft een connected auto gekocht. Daar kun je op afstand de verwarming mee bedienen. En die wil je dan natuurlijk gewoon koppelen aan thermostaat. Waarom, zul je dan afvragen? Als 's morgens je huis lekker gaat opwarmen. Dan kun je ook even tegelijkertijd je auto laten opwarmen. En als je dan buiten komt, dan staat de buurman te krabben en jijzelf niet. Okay. Nou, als je dat, ik kan het ook met een app doen natuurlijk. Dus we lossen wat dat betreft geen wereldprobleem op. Maar we zien zoveel dingen verbonden zijn. Ja, dat bij mij mijn handen beginnen te jeuken om het allemaal aan elkaar te koppelen. Nou, dat kan niet allemaal zelf programmeren. Dus als je nou een platform bouwt waarbij het wel zelf makkelijk kan, dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden. En die ambitie hebben we aangegrepen. Lossen een wereldprobleem op. Nou ja, laat ik daar eerlijk over zijn. Dat niet per se. Ja. Maar is het vooral gemak? Het is vooral gemak. Het is, met de mogelijkheden die de apparaten bieden, kun je je leven wat leuker maken, wat makkelijker, misschien wat veiliger, goedkoper. Ja. Hans, de toon, dat is ook echt zo'n knooppunt binnen die Internet of Things. Kun je ook eigen je huis gaan bedienen. Gemak. Is dat de hoofdreden van zo'n slimme thermostaat of zit er meer achter? Nou, ik denk dat dat per gebruiker verschilt. Weet je, uiteindelijk is het, ik geloof niet dat er één gebruiker is die hetzelfde beeld heeft bij een toon. Ja, als je kijkt naar hoe wij ooit begonnen zijn, en dat was inderdaad een paar jaar geleden, toen de toon nog een toontje was. Toen was het voor ons echt een device. Om onze klant inzicht te geven in energie en daarmee energie te besparen. Zo zijn we ooit begonnen. En eigenlijk is het gradueel ontwikkeld en hebben we een hele andere visie ontwikkeld, waarin we zeggen, toon is veel meer een platform. Het is een platform waarop je diensten ontwikkelt, waarmee je je klant bedieningsgemak geeft, of energie laat besparen, of zelfs veel breder straks met beveiliging, tot en met assisted living diensten. Ja. Dus voor mij is het van een slimme thermostaat steeds meer ontwikkeld tot echt de hub in het huis, het platform waarop je een aantal diensten gaat aanbieden. Ja. Maar dat eerste dat moet je toch even uitleggen, want dat vind ik toch een beetje raar. Je bent een energiebedrijf, jullie leven van het energieverbruik van mensen. Ja. En dan ga je ze helpen minder energie te verbruiken. Ja, dat is net bijzonder. Dat de bar hier zegt van we gaan je leren minder drinken. Maar ja, dat blijft ook. Uiteindelijk is het inderdaad, elke keer moet je gaan uitleggen dat je als bedrijf een businessmodel hebt en dat je eigenlijk je eigen businessmodel om zeep aan het helpen bent. Ja. Nou, dus wij waren eigenlijk de eerste disruptor die er in Nederland was. Dat doen we namelijk al jaren dit. Nee, uiteindelijk, we zijn gewoon een commercieel bedrijf. Laten we daar heel duidelijk over zijn. En Eneco moet ook geld verdienen. Het grappige is alleen dat wij bieden een dienst aan onze klanten die ze helpt om energie te besparen. En met toon kun je ongeveer tussen de 5 en 10% besparen op je energie. Het grappige is, doordat wij daar een maandelijks bedrag voor vragen, genereren we inkomsten. Die inkomsten zijn hoger dan de marge die wij maken op de energie die klanten nu besparen.
Dat is in dit geval voor de klant levert het een veel grotere besparing op dan dat hij maandelijks aan ons betaalt. Het geld wat wij verdienen met die 3,5 euro die wij per maand in rekening brengen, is hoger dan de marge die wij verliezen. Dus even heel simpel, het is een win-win. De klant bespaart energie, wij verdienen nog steeds net zoveel en het is ook nog eens een keer beter voor het milieu. Ja. Ik geloof er de eerste keer geen moer van. Ik heb het hem heel lang uit moeten leggen. Ja, precies. Ja, maar jij bent ermee begonnen, toch? Nou ja, nee, goed. We kwamen met die toon inderdaad. En nou ja, goed, we kwamen in gesprek erover. En ja, het was natuurlijk wel gek inderdaad, hè, wat je zelf al zegt. Maar ik heb wel even na zitten rekenen inderdaad. Als ik nou 100 euro minder aan energie uitgeef en dan maakt Eneco, laten we zeggen, een tientje marge op. Hè, want ze hebben natuurlijk ook de inkoopkant van de energie. Ja, ze kunnen er meer voor vangen dan, ja, dan is voor iedereen. Maar ik heb wel een paar keer na moeten rekenen. Ja, 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 sorry dat ik een beetje teleurgesteld ben. Ik had echt zo'n toekomstvisie van de klant is niet alleen consument, maar die gaat ook energie produceren. Hè. Dus ik kan ook op mijn slimme thermostaat, of er nou een toon is of een andere, kan ik zien hoeveel mijn zonnepanelen leveren. Dat gaat dan naar mijn auto en die auto rijdt naar een bedrijf toe en als dan de energieprijs net daalt, kan die daarmee opgeladen. Ik zag echt zo'n wereld vormen, dat alles slim zou zijn en dat we eigenlijk het energiegebruik heel constant konden houden. Dat de centrales niet hoeven pompen en weet ik het wat allemaal. Maar het is misschien naïef of zo. Misschien heb ik jullie... voor het energiebedrijf. Nee, ik denk even, als je het heel concreet zou maken, als je nu bij Qubi naar binnen wandelt, daar staat er een demo-opstelling met een Tesla Powerwall, een grote batterij, gekoppeld aan zonnepanelen die op ons dak liggen, gekoppeld aan lichten en gekoppeld aan nog wat keukenapparatuur. Ja. En eigenlijk zijn we daar precies dat al aan het doen. Het is dus continu het balanceren van hoeveel zon wordt er op dit moment, hoeveel wordt er opgewekt door onze zonnepanelen, gaat er terug het net in, omdat de prijs van stroom op dat moment interessant genoeg is om echt zelf te gaan terugleveren. Of slaan we het even op in een batterij, of moet ik het in de keukenmachine stoppen omdat dat ding aanstaat. Dus dat balanceren eigenlijk van vraag en aanbod, dat zijn we nu al aan het doen. Oké, dat gebeurt nu al. Ja, en dat zie je in Nederland overal al wel op kleine schaal gebeuren. Wij zijn dat ook aan het testen. Ik geloof zelf, en dat is dan wel denk ik een leuk voorbeeld, dat je moet het heel erg aantrekkelijk gaan maken voor consumenten. Want heel eerlijk, ik ben ook gewoon een consument. Als het mij te ingewikkeld wordt en ik moet heel veel geld gaan investeren om een paar tientjes per maand te besparen, ga ik het niet doen. Maar we hebben een voorbeeld van wat ik een hele leuke toepassing vind, is Jetlix. Dat is ook een van de start-ups van Eneco. En dat kunnen we op toon precies hetzelfde doen. Iedereen met een elektrische auto, die komt meestal rond 1 uur of 6 thuis. Nou, wat doe je dan? Je stopt je stekker in het stopcontact en die auto begint te laden. Ja. Laat dat nou net het moment zijn dat het meeste stroomverbruik van de hele dag is. Want iedereen komt thuis, lichten gaan aan, iedereen gaat koken. Dan moet je niet gaan dus laden. Dus wat je niet wil, is een auto gaan opladen. En zeker geen auto als een Tesla, want dat vraagt enorm veel vermogen. Ja. Dus wat je het liefst wil, in het kader van energiestroom balanceren, is dat er iemand later gaat opladen. Oké, je wil ook weer niet s'avonds om 5:30 of s'nachts om 9:30 nog naar buiten lopen en die stekker aanzetten. Ja. Dus we hebben een heel simpel appje ontwikkeld, wat eigenlijk jouw auto koppelt aan onze windmolens op zee. En wat wij dus, wat we in de basis doen, is zeggen, goh, hoe loopt de stroomprijs? Nou, naarmate het later op de avond wordt, gaat het harder waaien op zee. En wordt er ook minder stroom gevraagd, dus dan zakken de energieprijzen. Ja. Dat is het moment waarop het appje zegt, en nu ga ik laden. Oh, dus dat je ook wel echt die markt gaat besturen met slimme... Ja, dat is een mooi Nederlands demand response. En het leuke is, en dan wordt het, vind ik, heel erg interessant, wat we dus doen, dat levert voordeel op. Dat levert voor een energiebedrijf voordeel op, want die houden hun gebalanceerde energiestroom. Zodra er te veel gepiekt wordt, moet het energiebedrijf extra gaan betalen. Ja. Omdat je als consument helpt om die energiebalans op peil te houden, of in balans te houden. Dat levert ons geld op als energiebedrijf. En eigenlijk heel simpel, de winst delen we met de gebruiker. Ja. Dus je krijgt gewoon eigenlijk, het is een app waar je geld mee kunt verdienen. Ja. Maar dan gaat die toon, die geeft dus informatie over vraag en aanbod van energie. Ik noemde al eerder dat boek Blackout. Ja. Daar gingen ze in Zweden en Italië gingen ze al die hun toon, zal maar zeggen. Nou, het waren slimme meters overigens. Oké, maar die gingen dus valse signalen geven, waardoor dat hele vraag- en aanbodmodel in elkaar donderde. Is dat plausibel? Nee. Het is altijd heel gevaarlijk als je heel resoluut nee zegt, maar als ik even kijk naar de toons nu, de data is lokaal gestoord. Nou, als ik kijk naar de resultaten van vandaag... Opgeslagen, niet gestoord, maar het is opgeslagen. Opgeslagen weer, ja. Als je kijkt naar wat wij nu doen, maak ik me daar niet zo'n zorgen over. Okay. Ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik had vandaag wel een wat vreemde ervaring met de andere juryleden. Die
steeds harder begonnen te glimlachen bij iets waar ik steeds zenuwachtiger van werd. Ah, en elke keer, bij elke volgende case zei ze, ja, deze is echt heel leuk. En dan werd ik nog zenuwachtiger. Dus ik moest nog heel even zeg maar, wennen aan wat we hier vandaag aan het doen zijn. Maar... Wat dat betreft, ik zit nu een beetje journalistiek door te prikken over het hoe en waarom. Maar echt respect dat jullie je eigenlijk zo kwetsbaar willen opstellen. Hè? Ik bedoel, in 300.000 huishoudens draait dat ding. Nu eigenlijk, jullie hebben mij vertrouwd in 40 betrouwbare mensen te vinden die jullie niet kennen, waarvan jullie ook niet de namen krijgen, om los te gaan in vol vertrouwen. Hoe heb je dat ervaren vandaag? Voor het spannend? Of dacht je van, ze vinden toch niks? Heel eerlijk, vooral met de jury, omdat ze zo begonnen te glimmen van al die dingen, werd ik wel een beetje zenuwachtig. Ja. We hebben daar heel goed over nagedacht. En we hebben bewust gezegd, we moeten dit doen. Uiteindelijk, onze klanten vertrouwen ons. En ze vertrouwen erop dat wij een product leveren wat stabiel is, wat veilig is en wat het altijd doet. Degene voor ons die allemaal geschetst hebben wat de risico's zijn, kun je niet simpelweg als bedrijf alleen meer vertrouwen op het feit dat je het goed doet. Vind ik ook wel een beetje ouderwets. Dat is een beetje van de grote corporates. Okay. We geloven vanuit de NECO juist heel erg dat je als een ecosysteem moet werken. Ja. Nou, in dit geval in een ecosysteem met hackers die ons challengen en waarbij je goede afspraken maakt met elkaar. Ja. Dus ik vind het juist heel erg mooi dat we dit doen. En dat het een beetje spannend is, vind ik ook wel weer leuk eigenlijk. Ja, okay. Jij helpt nu de toon volwassen te worden. Terwijl het was jouw kindje. Het was 2003 of zo, heb je met een compagnon dat in elkaar geknutseld. Hoe ervaar jij dat? Eigenlijk jullie kindje getraind, misbruikt, hoe wil je het noemen? Ik vind het een super gaaf initiatief. Ik ben allereerst ontzettend trots dat inderdaad Hans dit ook wel aandurft. Dat is ook inderdaad wel vertrouwen. Hè? Ineco heeft QB overgenomen. Je moet nog maar zien wat erbij zit. We hebben in het verleden wel eens wat ethische hackers losgelaten op de toon in het eerder stadium. En dan gaan mensen aan de gang en die schrijven dan rapporten, daar lusten de honden geen brood van. Ik was leverancier aan Eneco en dat rapport dat moest natuurlijk naar Eneco. Dus ik moest dat natuurlijk allemaal bagatelliseren, dat het allemaal niet zo erg was en dat we dat snel konden oplossen. Zo deden we dat toen. Dat zijn steeds moeilijker te kijken dan. Hè? Dat zijn natuurlijk momentopnames en ze vinden ook dingen niet. Dus het is echt wel belangrijk. Je hebt als fabrikant, leverancier van zo'n apparaat wel een verantwoordelijkheid om dat gewoon goed te doen. En ik vind het een waanzinnig goed initiatief. Ja. Maar laten we wel zijn, in die begintijd werd je ook niet zo heel veel gebruikt en je bent vooral met innovatie bezig. Dus je kon ook wel iets meer risico nemen in die periode. Echt super secure zijn? We hebben wel met Eneco natuurlijk wel vragen gehad. Eneco was natuurlijk een corporate en eigenlijk nog steeds wel. Hè, dus er zit een security officer die zegt, zo'n product van een start-up uit 020, dat kan natuurlijk niet. Wij als Eneco doen uitsluitend zaken met IBM en Oracle, want dat zijn... Die producten zijn per definitie veilig. En wat zo'n stelletje gek in 020 doen, dat kunnen we niet vertrouwen. Dus dat moeten we maar eens even goed laten bekijken. Die rapporten uiteindelijk, viel het allemaal nog wel mee. Maar als productontwikkelaar zit je ook een beetje, het is eigenlijk wil je bezig zijn met de ontwikkeling van het product. Maar je moet je ook bezighouden met dingen, je moet je product beschermen tegen slopers van buiten. Eigenlijk wil je daar gewoon toch liever niet je tijd in stoppen. Is het wel eens misgegaan? Dat je te horen kreeg van, er is nou toch wat gebeurd, Arjen, met die toon? Nee. We hebben één keer... ja... Ik hoor niks. Jij hoort even niks. We hebben één keer gehad. Iemand had ontdekt van de app van de toon die erbij hoorde. Als je die nou maar draait in een container ergens, dan kan je een beetje dat gaan zitten reverse engineeren. Dan kun je zien van, zo communiceert die app met de toon. Mm-hmm. En er is iemand geweest die heeft gezegd, dat kan ik wel nadoen. Hè? Een iPhone en een Android app. En er is iemand geweest die heeft gezegd, dan maak ik op basis daarvan een Windows Phone app. Die had je toen nog, Windows Phones. Dus gewoon een gebruiker. En die heeft dat gepost. Toen ontstond de consternatie bij Eneco van hier is een app met een toon. En dan moeten mensen een username en password intypen. Is dat niet misschien een phishing app? Ik heb uiteindelijk die vent aan de lijn gehad. En zegt, ik vind het gewoon jammer dat er geen Windows Phone app is. Dus ik heb het zelf maar even gebouwd. En er waren andere mensen om me heen. En die vonden dat eigenlijk ook wel leuk. Dus ik zeg, ik publiceer hem maar. Nou,
paniek en consternatie alom. Maar de grap, nou, dat werd een hele e-mailtrail ook met in één, nou goed, en alles, alles iedereen erbij. En toen kreeg ik een mailtje van de nou, ik zei, nou, volgens mij valt allemaal wel mee, dit is te goede trouw. En dit moeten we juist toejuichen. En toen kreeg ik een mailtje van de CIO van Eneco, die zei, hij zei, ja, ik ben het helemaal met je eens. Hij zegt, by the way, ik ben een van de gebruikers van die Windows Phone app. Oh! Ik denk dat het goed is om dat nog even erbij te vermelden. Dat ik nog nooit zoveel juichende Eneco-medewerkers heb gezien. Want je moet wel weten dat de Windows Phone de standaard telefoon is die Eneco gebruikt. Dus wij hadden ook een personeelsaanbod voor de toon. Ja, en iedereen zei, ik kan dat ding niet gebruiken, want ik heb een Windows Phone. Dus dat was wel een soort van, wat gaan we doen? Maar die 300 gebruikers, dat waren dus vooral Eneco-medewerkers. Maar hoe heb je dat opgelost? Want kijk, dat is natuurlijk heel, heel aardig. Dat is ook nog eens een helpende hacker die gewoon een app maakt die je nog niet hebt. En hij doet het ook nog. Maar ja, dan ligt de controle wel bij ja, een individu ergens op de zolderkamer. Wat hebben jullie toen gedaan? Nou ja, we hebben deze... Ik heb uiteindelijk die man opgespoord en gebeld. En ja, we hebben het maar zo gelaten. En hij zei, oh ja, ja maar goed, ja, misschien moet ik dan toon eraf. Hij had wel gezegd, van, dit is niet een officiële toon-app. Dus hij had zich wel, hè, wat dat betreft, verantwoordelijk gedragen. En hij dacht, ja, dadelijk komen ze nog achter me aan dat ik een merk schend. Hè? Dus hij heeft toonde me afgehaald en een toonlogo erbij. En ja, we hebben het maar zo gelaten. Ja, dus dan gaat innovatie toch voor op veiligheid op zo'n moment. Nou ja, we schatten toen in dat deze man oprecht was en niet erop uit was om username passwords te phishen met zijn app. Maar dat, ja. Nou, dat zou hij wel kunnen doen. Ja, oké. Okay. Hans, nou, jullie hebben wel eens eerder hackers ingeschakeld bij Toon, maar dan een hackathon. Hè, dat is een beetje een spraakverwarring, maar een hackathon is dan veel meer kijken naar nieuwe mogelijkheden. Wat zou je allemaal kunnen doen? Toevallig hier ook in Rotterdam, met de Rotterdamse Hogeschool. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, grappig genoeg een beetje hetzelfde. Alleen werd ik daar iets minder zenuwachtig van. Ja, want er was iets maken en niet iets kapot maken. Dat moest iets zijn. Daar kon ik nog wel blij van worden. Ja. Nee, dat was het concept hetzelfde. Eigenlijk gewoon teams die je challenge komt met toepassingen waar wij nog niet aan gedacht hebben. En ja, ook daar geldt weer, daar word ik wel heel erg blij van. Wat je ziet is dat mensen heel erg out of the box denken. Het leuke is, en daarom geloof ik ook wel, hè, waar we een tijdje mee bezig zijn, ook met een open API-omgeving. Je moet die buitenwereld naar binnen gaan halen. Want uiteindelijk is het een beetje arrogant om te denken dat wij de beste uitvinding sinds het gesneden brood naar de wereld toe gaan brengen. Ja. Juist door partijen te betrekken, komen er oplossingen die je zelf niet kunt uitvinden. Ja, en dat is ook wat we vandaag hebben gedaan. Hè? Ik bedoel, Toon wordt natuurlijk intern getest. Jullie huren ook af en toe bedrijven om dat te doen. Vandaag hebben we 40 mensen redelijk divers uitgenodigd. Juist om dat te bedenken, te doen, waar je zelf niet aan gedacht hebt. Hans, jij komt straks na de pauze terug. Ja. Dan gaan we jou verwennen met de meest erge ellende. Oh, kan niet wachten, kan niet wachten. Dan krijg je dus te horen wie de most techie, de weirdest en de most dangerous hack heeft gehad. Dan kom jij terug op het podium. Ja. Nou, Arjen, jij mag gaan ontspannen en vooral lekker verder door innoveren met Triggy. Dames en heren, even een hartelijk applaus voor Arjen Noorbergen en Hans Valk. Dankjewel. Goed, lieve mensen. Even 10 minuutjes pauze. Dan kunnen wij de bekers hier gaan neerzetten en allerlei andere prijzen. De winnaars krijgen een goodie bag met een toon en allerlei spullen, t-shirts en dat soort dingen. De band speelt nog even een klein stukje. Over 10 minuten zijn we terug en de bar is open. Tot zo!